Nog iedereen. Die tekening op de achtergrond dateert uit 1605. Pieter gunt ons een blik in de keuken van een welgestelde familie. De bevolking van de Nederlanden was toen de best gevoede van gans Europa. En dat blijkt ook hier. Maar in de marge gebeurt er iets merkwaardigs: dat je pas ziet na aandachtige studie. Want in die achterkamer zit Jezus aan tafel. Met de Emmausgangers. Het lijkt een anachronisme, want Jezus leefde niet in 1605 en Emmaus ligt niet in de Nederlanden. Maar eigenlijk is het geen anachronisme, want Jezus zegt, waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden. En dat gold 2000 jaar geleden in Israël en ook in 1605 in de Nederlanden en dat geldt vandaag nog. Wellicht heeft het keukenpersoneel het drietal zien passeren, maar ze besteden er verder geen aandacht aan. Ook nu zien heel wat mensen op een of ander tijdstip in hun leven Jezus passeren of opnieuw passeren. Dan komt het erop aan de gelegenheid om Hem te leren kennen aan te grijpen. Dat is het momentum, of die gunstige gelegenheid om een verandering door te voeren. Paulus spreekt daarover. Als Gods medewerkers spoor wij u dan ook aan: laat de goedheid die Hij u bewijst niet te vergeef zijn. God zegt: Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Als je je aangesproken voelt door Jezus. Laat dan het momentum niet passeren, want uitstel leidt vaak tot afstel en God lijkt dan verdwenen. Het wachten dat gepaard gaat met onderzoeken en vragen stellen is wel een goede zaak, want het geniet de voorkeur om beslissingen niet overhaast te nemen. Jezus dringt er trouwens op aan om eerst de kosten te berekenen, maar zomaar de keuze voor verandering uitstellen maakt de situatie alleen maar moeilijker. Want het eerste enthousiasme dooft uit en die gebeurtenissen, die wezen op gods bestaan, verdwijnen naar de achtergrond. Hetgeen eerst zo sterk aansprak, wordt nu gerelativeerd en de innerlijke stem wordt het zwijgen opgelegd. Veel mensen raken gaandeweg steeds dieper verankerd in een wereld die van God vervreemd is. Niet voor niets zegt Jezus dat het voor rijke mensen erg moeilijk is. Om Gods koninkrijk binnen te gaan. ze hebben tal van belangen die een barrière vormen om de weg van bescheidenheid en medeleven te gaan volgen. In de Evangelie lees je over een rijke jongeman die gefascineerd was door Jezus en hem opzocht. Maar uiteindelijk maakte hij geen gebruik van het momentum, want hij vond de prijs te hoog. En natuurlijk kan zo iemand er later toch voor kiezen. Om God de eerste plaats te geven. Maar die kans is klein, want wellicht zal Hij voortaan Jezus smijden en zich verder van God verwijderen. En Hij zal, zoals velen, voorrang geven aan Zijn eigen belang. We zoomen nu in op de Emmausgangers. Ze waren getraumatiseerd door de kruisdood van Jezus en keerden ten neergeslagen huiswaarts. Na het Paschafeest. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: Waar loopt u toch over te praten? Daarop Bleven ze somber gestemd staan. En dan vertellen ze aan Jezus dat een zekere Jezus van Nazareth, waarvan zij hoopten dat hij Israël zou bevrijden, ter dood werd gebracht. Maar enkele vrouwen beweren nu dat hij terugleeft. En Jezus reageert als volgt: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hen wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Uit de vergelijking van Jezus leven met de gebeurtenissen en de rituelen en de profetische woorden van het Oude Testament, hadden ze kunnen concluderen dat hij de messias is. We zien hier welk groot gezag Jezus aan die boeken geeft. Ook wij kunnen vandaag gebruikmakend van het Oude Testament en van het levensverhaal van Jezus en van de verklaringen in de brieven van de apostelen tot de juiste conclusies komen over wie Jezus werkelijk is. De Bijbel kan ons de ogen openen. Jezus zegt hier ook dat dit lijden noodzakelijk was om de glorie in te gaan. Die glorie wijst op zijn opname, met dat nieuwsoortig lichaam, in de heerlijke, eeuwige dimensie van de Vader. Dat is iets waarin ook wij Hem mogen volgen. De Emmaüsgangers komen nu toe op een bestemming. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan een blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? En hier blijkt hun grote honger om God nog beter te leren kennen. Doordat ze gebruik maakten van het momentum, hebben ze niet alleen bijgeleerd, maar hebben ze Jezus ook echt ontmoet. Wanneer ook wij gebruik maken van het momentum, kunnen ook wij Hem met een brandend hart ontmoeten. Dat wensen we jullie toe.